goed, ik zit hier gezellig met Paul Smit. En Paul en ik die zien elkaar elke paar jaar, elke vijf jaar. Eerst had hij 22 jaar bij KPM, was daar CFO en is toen naar het havenbedrijf gegaan. Ik heb nog een leuk filmpje waarin hij vertelt de toekomst van de haven om die veel intelligenter te maken. En dat digitaal heel belangrijk is naast alle kades en schepen en dat soort dingen. We gaan even praten over wat hij nou geleerd heeft als 8 jaar CFO bij de Rotterdamse haven. En of die Rotterdamse haven nu ook digitaal is. Nou, vertel maar Paul, is het gelukt? Is de Rotterdamse haven een stuk digitaler geworden? Absoluut, Vincent. Ik ben daar ontzettend trots op dat dat ook met alle mensen die eraan gewerkt hebben gelukt is. Toen ik kwam in 2011 stond er in het jaarverslag volgens mij 1 keer het woord digitaal. Ik heb in het jaarverslag van 2018 gekeken. Als ik goed geteld heb was het 42 keer. En inmiddels is er een unit van in totaal zo'n 80 mensen die gewoon fulltime aan het ontwikkelen zijn en digitale applicaties bij de klant aan het brengen zijn. Even de basics over de haven. Hoeveel containers gaan er per jaar doorheen? Ongeveer 13,5 miljoen containers gemeten in TEU. Als je... dat zijn die 20 voet, maar het zijn tegenwoordig allemaal van die grotere dingen. De meeste zijn 40 voet, dus orde grootte 8 miljoen. 8 miljoen containers. En hoeveel krijgen jullie daarvoor voor die 8 miljoen containers? Hoeveel is de omzet van de Rotterdamse haven? Nou, de havengeld zelf, wat de haven dus aan overhoudt, is orde grootte 6, 7 euro per container. Dus dat is niet zo heel veel als je bedenkt dat er soms vol met iPads zit. Hè? Wow. Maar er zitten ook hele andere dingen in, zoals chemicaliën, papier, soms schroot, auto's, bedenk het allemaal waar. Er zit van alles in, maar dat is ook meteen de success story van de container natuurlijk. Ja. Ja, dus hoeveel is jullie totale omzet ongeveer per jaar? Ruim 700 miljoen. 700 miljoen. En hoeveel winst maak je daaruit? De winst na belasting is tegen de 200 miljoen aan. Maar dan moet je wel bedenken dat het grootste gedeelte daarvan weer geïnvesteerd wordt in die haven natuurlijk. Ja, wat zo'n maasvlakte die jullie dan aanleggen, wat moet je daar dan voor investeren? Ruim 1,5 miljard. 1,5 miljard, dus 7 keer de winst. Dus je hebt een leuke assets, zeg maar. Oké, die haven die wilde je slim maken. Wat betekent dat? Waarom moest dat gebeuren en wat heb je gedaan? Nou, Rotterdam, even voor de duidelijkheid, ik werk er inmiddels niet meer hoor. Maar ik weet natuurlijk... Sorry, we hebben even afgeschrijft. Die is nu weer een nieuwe rol. Gaat weer iets dingen verzinnen. Maar na 8 jaar haven. Ja. Gaan we even terugkijken. Ik ben er nog steeds vol van doordrenkt, zoals je kunt zien. En wat we natuurlijk deden als Rotterdam, wij zijn denk ik nog steeds een van de beste havens op het gebied van begeleiden van schepen veilig en efficiënt naar een plek waar ze moeten zijn. Alleen dat doen wij op dit moment met fysieke middelen. Met boten, met diepe waterwegen, met hele mooie, goede, stevige kades, et cetera. Nou, mijn echte volstrekte geloof is dat dat in de toekomst allemaal veel digitaler gaat gebeuren. Dat schepen natuurlijk in een platform, in een cloud systeem, een plek krijgen. En dat die hele besturing, dat managen, dat beheren van die schepen, van A naar B, digitaal gaat gebeuren. En dat was Want er zijn heel veel partijen bij betrokken. Hè? Zo'n container, jij krijgt dan 7 euro om zo'n ding hup op de kader te zetten en daarna heen te gaan. Maar hoeveel partijen zijn er bij betrokken bij de gemiddelde container? Tussen de 10 en 12 voor de grote. En dan moet je denken aan de loods, aan de roeien, aan de sleepboten, aan de containerterminal zelf, aan wij zelf, aan de havenpolitie, de douane. Maar vervolgens ook de bevoorrading, de proviant en degene die de brandstof weer kon brengen. Dus al die partijen willen weten wanneer gaat dat schip nou precies aankomen. Ten eerste, waar is het schip nu? Dat is het nu. Maar ze willen vooral ook weten wat de zogenaamde estimated time of arrival, hè, wanneer dat schip nog gaat aankomen, maar ook wanneer die weer weggaat. Dus het, als het ware het voorspellen van de toekomst is heel belangrijk voor de efficiënte afhandeling van al die operaties die op elkaar afgestemd moeten worden. Ja, iedereen had al die informatie in allemaal silootjes met elkaar, zeg maar. En nu is er een van jouw projecten, een van die start-ups die je hebt gestart, die coördineert nu een heleboel van die dingen. Hoor je dat bedrijf? Ja, het bedrijfje heet Port Exchange. Het is een BV'tje wat inmiddels onder de vleugels van het havenbedrijf apart gezet is in een aparte locatie. En wat nu zelfstandig bezig is om dit product niet alleen in Rotterdam uitstekend operationeel uit te rollen, maar ook op andere plekken ter wereld proberen operationeel te krijgen. En die doet die coördinatie. Daar zitten alle partijen zitten daarop aangesloten. Dat loodswezen, die scheepmobilitie. Wat doet dat Port Exchange? Port Exchange is het platform. Dus de verantwoordelijkheid voor het begeleiden van die schepen blijft natuurlijk nog steeds bij de havenbeheerder. Hè? Maar dit platform biedt de mogelijkheid dat al die informatie van al die verschillende partijen bij elkaar komt. Zodat iedereen over one version of the truth beschikt. En precies weet waar de schepen zijn en wat ermee gaat gebeuren. Ja, wij zouden daar een blockchain voor zeg maar gebruiken als coördinerend middel. Omdat iedereen eigenlijk graag die troef wil hebben. Maar niemand iedereen vertrouwt. Maar bij jullie is ze vertrouwen Port Exchange allemaal wel.
Nou, blockchain is misschien de volgende stap. Hè? Ja. Op dit moment is het belangrijker om te zorgen dat al die informatie bij elkaar in één database zit. Ja. En misschien is het dan het ultieme doen om dat een keertje in een blockchain te zetten. Maar dat kan altijd nog. Ja, maar dat is dus hartstikke, dat is een enorm valuable gebeuren eigenlijk, dat jullie dat daar weten. En dat ook alle rapporten die je eruit kunt genereren en dat soort dingen. Jullie vragen natuurlijk een prijs per container om dat te coördineren, die hele activiteit. In welke orde van grootte zit dat? Ik ken de prijzen niet exact. Dat hoeft ook niet per se een prijs per container te zijn. Je moet denken aan een traditioneel softwaremodel waarbij je een licentie voor het gebruik van een applicatie dan vraagt aan de klant. Ja, ja. En heb je al dat rapportages die eruit komen en statistieken die eruit komen, dat kan op een gegeven moment nog meer valuable worden dan die prijs per dingen. Welke fase van het bedrijf zitten ze? Nou, op dit moment is het allerbelangrijkste de real-time operationele gegevens die eruit komen. Waar is het schip nu? Waar is het over een half uur? Wanneer verwacht ik dan lang? Dat is de echte real-time waarde. De statistieken achteraf zullen misschien ook interessant zijn, maar is echt een afgeleide. Ja, okay. Dus dat is inderdaad een mooie, de digitale, de smart haven. Waar heeft dat tot geleid? Heb je enig idee van wat voor een operationele verbetering zo'n systeem heeft veroorzaakt? Ja, de inschattingen van, deze kan ik wel noemen, Shell heeft ooit gezegd dat het tot een uur wachttijd kan schelen. En dat is voor een bedrijf als Shell orde grootte $80,000. Per schip? Per uur schip. Ja. Oké, en dan zitten daar dan, en daar zit dan hoeveel cargo in. Dus dat is echt werkelijk, vergeleken met die havengelden, zijn dat gigantische... Grote bedragen, ja. Als je denkt dat zo'n schip levert dan voor de haven van Rotterdam orde grootte, nou, laten we zeggen $10 op of zo. Hè? Nou, voor zo'n schip, als je dan een uurtje beter kunt plannen, dat is voor een bedrijf als Shell $80,000. Dus dat is niet te vergelijken qua efficiëntie, maar wat ze betalen om toegang te krijgen tot die haven. Dus dat is knap dat dat gelukt is en dat jullie dat ook gegund is om die rol te vervullen, want het is 100% eigendom van het havenbedrijf. Je kwam daar, het werd één keer genoemd digitalisering en dat was echt een grote woestijn van digitalisering. Hoe heb je dat havenbedrijf zover gekregen? Ja, kijk, woestijn van digitalisering, dat zijn van die dingen, daar hou ik niet zo van. Maar kijk, wat er voor nodig is. Kijk, ik kwam met de telecomwereld. Daar hadden we eigenlijk deze hele cyclus al meegemaakt. Want wij waren ook in 1995, 1998 de koning met het mobiele netwerk. En wij waren helemaal hip en happening, als het ware. Ja. Nou, toen kwam die hele digitale revolutie met alle... Aandeel was €72 toen, hè? Geweest, ja, in de 2001 of zo. Ja. Nu 2,50 checkten we net, ja. Ja, dat is natuurlijk niet zo best. Maar goed, toen kwamen alle over de top spelers, zoals nou, Facebook, WhatsApp, etc. Ik heb zelf nog een keertje een voorstel gekregen om Skype te kopen. Dat hebben we niet gedaan toen. Nou, heeft Microsoft uiteindelijk wel gedaan. En het is denk ik ook maar goed dat we het niet gedaan hebben, want we konden het niet. We waren niet op ingericht, hadden de competenties niet, we hadden ook niet... Denk ik de awareness dat dit zo belangrijk zou worden. En één ding had ik me voorgenomen bij het havenbedrijf, is dat we natuurlijk daar wel die stap mee zouden kunnen maken. Ja. Want ook daar in iedere technologie of in iedere industrie, hè, of het nou de haven is, maar het is natuurlijk ook in de... Ik heb laatst een prachtig voorbeeld gezien van industrialisering, van digitalisering in de staalindustrie. Dus ik ben ervan overtuigd, er is geen industrie ter wereld waar digitalisering niet een enorme impact in zal hebben. En die overtuiging had ik ook al toen ik in 2011 bij het havenbedrijf kwam. En gelukkig... Een aantal anderen hebben dit ook gezien en we zijn samen dat neer gaan zetten wat er nu staat. Je zei dat een van de dingen die je gedaan hebt was McKinsey binnengehaald. Omdat, maar McKinsey, ik vind al de hele slimme mensen. Hoe gebruik je nou zo'n McKinsey en wat moet je daar nou mee doen met zo'n bedrijf? Nou, de toenmalige directeur en ik, we hebben als directie elkaar aangekeken en gezegd, we hebben een heel mooi plan. En we hadden ook een havenvisie, heette dat, waar een soort voorspelling van hoe ziet de toekomst eruit. Laten we onszelf nog gunnen om daar eens een outside view op te geven. Iemand anders te vragen, kijk nou eens van buiten naar binnen, of we niet dingen vergeten zijn. En niet zomaar iemand, dan neem je McKinsey. Dan hebben we toen McKinsey genomen, maar ja, daar zijn ze ook wel heel erg goed in hoor. En toen hebben we, er kwamen een aantal dingen uit. Drie zaken waarvan McKinsey als top 3 zei, daar moet je in ieder geval iets aan doen. En digitalisering was één van die drie. En die hebben opgepakt en die is ook gebleven. En dat zijn we ook blijven doen. Anderen hebben ook gestart, 2 jaar aan gewerkt. En uiteindelijk besloten om toch maar in de kast te worden. Dat ga ik liever niet zeggen. Maar het bleek dat dat op dat moment een heel goed idee was. Maar in de transitie die er plaatsvond in de haven, werd dat steeds minder belangrijk. En uiteindelijk hebben we gezegd, we begraven hem. Je wil niet zeggen wat het is. Oké, nou. Je bent er weg. Dat is mooi. Hey, maar zo'n McKinsey, van wat voor proces ga je daarmee door? Wat doet dat met zo'n bedrijf? Nou, wat McKinsey uitstekend kan is ten eerste jouw eigen gedachten ordenen en in prachtige slides direct aan je teruggeven. En laten zeggen, oké, dus eigenlijk bedoel je dit. Ze noemen het geen slides, hè? Ze noemen het exhibits. Ja.
En dan denk je ineens, ja, inderdaad, dat bedoelde ik. En het tweede wat ze kunnen is, ze kunnen ook laten zien wat er in de rest van de wereld allemaal gebeurt. Want ze hebben natuurlijk zo'n enorm netwerk, dat ze meteen kunnen zeggen, ja, jij doet dit, maar anderen doen dit, dit en dat. En daar kun je misschien van leren of niet. Of... En dat geeft je meteen een referentiebouwwerk waar je jezelf aan kunt afmeten. En daardoor konden wij zelf zien, oké, dit is nuttig om te doen. En vervolgens was het niet meer de vraag of we het moesten doen, maar meer de vraag hoe we het dan zouden moeten doen. En hoe je dan iets moet doen, dat is niet zo McKinsey-achtig, zeg maar. Het veranderingsproces is meer... Ja, je moet de implementatie zelf doen. Daar geloof ik ook in, dat je als directie in de wind moet staan met dit soort veranderingen. En we hebben toen de keuze gemaakt, dat was vrij fundamenteel, om niet een big project te starten van een paar miljoen en dure consultants weer voor de implementatie te gebruiken. Maar om een klein team af te zonderen, apart te zetten. Iemand uit het bedrijf ook te vragen om de leiding daarvoor te nemen. En dat is uiteindelijk geworden wat het nu dus is. Je houdt niet zo van om heel veel consultants op de payroll te hebben. Hangt af van wat je moet. Kijk, als er echt situatiespecifiek, als er een grote crisis is, dan moet je soms snel binnen een paar maanden iets doen. Maar in deze situatie hadden we misschien iets meer tijd en konden we veel meer organisch dingen voor elkaar krijgen. En dat is uiteindelijk beter. Ja. Hoe goed is de Rotterdamse haven nu digitaal en hoe meet je dat af? Ja, lastig om te zeggen. Kijk, ik ben daar zelf heel voorzichtig in. Want als je een van de betere bent, en dat durf ik wel van de haven te zeggen, dan heb je ook de neiging om wat zelfgenoegzaam te zijn. En dan snel te zeggen, wij zijn de beste. En het gevolg daarvan is dat je minder leert. Omdat je zegt in ieder geval, je bent een van de beste. Maar hoe meet je dat af? Waar kun je dat aan, waar kun je dat dan zien? Ja, een aantal dingen wel. Ik denk aan de doorlooptijd die het kost om schepen binnen te brengen. Dus efficiency kenmerken, maar ook aan de graad van automatisering die er al is in de haven. Ja. Je kunt echt wel kijken hoe de afhandeling hier gebeurt en hoe de afhandeling op andere plekken gebeurt. Maar ook dingen die er al niet zo met de digitalisering die ik gestart heb te maken hebben. Maar bijvoorbeeld de automatische terminals op de Maasvlakte. Er zijn twee volle automatische terminals. Dat enorm gedigitaliseerd. Als je daar rondloopt, geloof je eigenlijk bijna niet wat je ziet. En dat is iets wat echt in Rotterdam... Leidt dat dan tot veel snellere verwerkingstijden en veel minder fouten? Het leidt tot een vooral efficiëntere en veel voorspelbaardere afhandeling van containers. Dat kan ik me helemaal voorstellen. Oké, dus die Rotterdamse haven die doet het nu heel aardig. Wat is nou een haven die je gezien hebt ergens wereldwijd die echt ook heel inspirerend is? Nou, ik vind zelf Long Beach. Dus dat is in San Francisco en Los Angeles is dat... Vind ik erg inspirerend. Niet zozeer omdat ze daar digitaal zo op orde hebben, maar omdat ze compromisloos zijn met betrekking tot het klimaat. Ze hebben gewoon gezegd, u komt er bij ons niet in als uw schip niet aan de stekker kan. En op dit moment in Rotterdam zijn we overigens net... Ongelooflijk vieze dingen, ja. Nou ja, in Rotterdam is net 2-3 maanden geleden ook een proef gestart met zeeschepen aan de stekker. Binnenvaartschepen zitten al aan de stekker, hè? Maar zeeschepen nog niet. De meeste niet overigens, sommige wel, maar by far de meeste niet. En er is nu een proef gestart om met een boot eigenlijk die een stekker heeft om op basis van waterstof om te kijken of dat schip dan op die manier aan de stekker kan. Zodat je niet... Maar wij zijn niet zo stevig van jongens, wij zijn van proefjes, proof of concept, proberen. Een beetje polderen. Oké, dus dat is inderdaad aardig. Hoe doen de Chinezen het eigenlijk? Nou, als je het hebt over het milieu, dan volgens mij niet zo best hoor. Want het is niet voor niks dat je in Shanghai en de grote Chinese steden veel smog hebt. Ja. Daar is de afhandeling ook in termen van het aantal mensen wat je nodig hebt per container. Ik dacht de factor 3 inefficiënter dan in Nederland. Maar goed, je hebt dan ook een kostprijs per persoon die anders is dan hier in Nederland. Hè. Dus de incentives liggen ook soms anders. Dus ik vind het moeilijk om daar... Dus dat zijn geen grote voorbeelden van dingen die heel snel verbeterd zijn? Want, Dus één voorbeeld wat... Wel regelmatig bij Singapore. En dat is niet zozeer omdat daar de efficiëntie van de aantallen mensen per container zoveel hoger is. Maar omdat ze ook daar toch een beetje de Chinese aanpak hebben. Dat als ze eenmaal een mind gezet hebben op dit willen we bereiken. Dan gaat het ook gewoon gebeuren. Ze bouwen daar nu aan een containerterminal van 60 miljoen teu. Weet je, dat is gewoon 10 keer groter dan welke terminal op de Maasvlakte ook. En dat doen ze dan ook gewoon. Pakken ze groot terrein. Je pakt het van het begin af aan. Maasvlakte maal 10.
Ja, in feite wel. Ja. Net zoals Singapore als staat ook zich geëvolueerd heeft de afgelopen 50 jaar. Zo doen ze dat ook met de haven. En dat doen wij niet zo, hè? Dat is niet hoe worden besluiten genomen in de Rotterdamse haven met elkaar? Nou, als je kijkt hoe we bijvoorbeeld tot de Maasvlakte zijn gekomen, kunnen mijn ex-collega's veel meer van vertellen. Maar dat is natuurlijk ook polderen. Maar uiteindelijk ligt er dan wel een plan wat door iedereen gedragen wordt. En door heel goed stakeholder management alle partijen toch dichtbij proberen te houden, bereik je uiteindelijk dat draagvlak wat in de Nederlandse maatschappij gewoon keihard nodig is. Wat is het verschil nou tussen KPN en zo'n havenbedrijf, als je daarop terugkijkt? Ja, eigenlijk niet zoveel. Gek genoeg. Want natuurlijk zitten ze in een totaal andere industrie. Maar de principe is dat je met een team mensen een bepaalde ontwikkeling samen moet neerzetten. En ook de ambitie moet hebben om de lat hoog te leggen. En daar ook vol voor te willen gaan. Je moet zorgen dat je de juiste competenties en ook diverse skills aan boord hebt. Veel van de principes die ik bij KPN geleerd heb, heb ik in de haven weer kunnen gebruiken. Ook al heb je hele andere stakeholders, hè? Want je hebt aandeelhouders bij KPN en een beetje nog toezichthouders. Maar hier heb je het gemeentebedrijf en je hebt de Rijksoverheid. Geeft dat nog een andere dynamiek? Ja, absoluut. Dat is misschien wel het grootste verschil, hè? KPN was aan de beurs genoteerd, enorm resultaatgericht. Ieder kwartaal moesten we met de billen bloot en werden we langs 8 andere telecomoperators in Europa gelegd. Ik vond dat heel inspirerend. Gaf mij echt een drive. Jongens, dat wil zeggen dat we gewoon bovenin dat lijstje moeten willen staan. Hè? Nou, dat spel is er in de haven niet. Daar staat tegenover dat je in de haven te maken hebt met een enorme diversiteit van stakeholders. Natuur- en milieuorganisaties, NGO's, politieke organisaties, ministeries, gemeentes die om je heen actief zijn, burgers waar je mee te maken hebt, collega-partijen. Veel complexer stakeholders dan. Stakeholderveld, ja. Daar heb je veel van geleerd. Je had een van de doelstellingen was 25% minder CO2. Dat kan me herinneren dat je dat in dat interview zei. Hoe gaat het daarmee, Paul? Op dit moment gaat het de goede kant op. Maar je kunt rustig stellen dat we een paar jaar geleden tot de conclusie zijn gekomen dat datgene wat we in 2012 zijn gestart niet gelukt is. Nee. Maar nu gaat het wel de goede kant op. En hoe kwam dat dan? Een belangrijke oorzaak is geweest dat ik denk toch niet... Urgency? Misschien heeft dat ook meegespeeld, zeker. Kijk, uiteindelijk de plannen en de ambitie was er wel, dat is goed. Hè? Maar de vertaling van die plannen in bijna op bedrijfsniveau afspraken maken over hoe die CO2-uitstoot dan naar beneden zou moeten brengen, dat is onvoldoende gelukt. En daar zijn nu ook grotere initiatieven, zoals bijvoorbeeld de CO2-afvang, wat net ook aangekondigd is, die zijn daar nu voor gestart. En dat gaat echt aantikken om dat ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Ja, dus van smart naar schoon. Oké, okay. Wat ga je nu doen? Ik doe al een heleboel dingen. Ik heb niet één hele grote corporate baan waar ik 60 uur per week met één bedrijf mee bezig ben. Maar ik heb ten eerste een commissariaat. Ik zit in een investeringsfonds, een venture capital fund, waar ik de voorzitter van de investeringscommissie ben. Ik zit in een paar raden van advies. Noem eens wat namen. Wat is dat voor een investeringsfonds waar je in zit? Het venture capital fonds heb ik nog in de tijd dat ik CFO was bij het haven zelf opgezet. Dat is iets wat ik zelf als CFO mocht doen, samen met een andere partijen. Nou, ik ben natuurlijk daar weggegaan, dus ik heb mijn stoel ingeleverd. Maar ik ben niet lang daarna teruggevraagd als onafhankelijk voorzitter. En dat vind ik superleuk om te doen, omdat het twee dingen bij elkaar... Dat gaat echt over investeringen van de haven en alles wat ermee. Het is een onafhankelijk fonds. En we hebben nu 8 investeringen gedaan. Echt een venture capital fund. Waar we zowel de scherpe financiële blik van de cashflows en gaat dit bedrijf echt opleveren wat we denken dat het gaat opleveren, als ook de innovativiteit van de ondernemer en de daadkracht. En, okay. Ja, die... Wat is je favoriete investering? Er zijn er een paar, denk ik. Eentje is een verzameling van LNG-tankstations. Een andere, is een hele leuke, is een robotbedrijf wat in explosie gevoelige omgevingen kan werken. Dus je kan gewoon op een raffinaderij rondrijden. Nou, de ondernemer die dat neer heeft gezet, heeft dat heel goed doordacht en heeft ook echt veel succes. X-Robotics heet het. En dan nog een derde die ik kan noemen is Fleet Cleaner. Dat is een bedrijf wat de buitenkant van schepen kan schoonmaken met een soort magnetische borstel die dan langs die scheepshuid kruipt. Ja, dat is een prachtig bedrijf. En jouw Gino, zeg maar, investering, wat is dat? Nou, ik samen met een dame die een bedrijf heeft opgericht op het gebied van genetica.
Het heet Social Genomics. En het brengt de genetische mutaties in kaart van mensen met zeldzame ziektes of kankers. En het principe erachter is eigenlijk heel eenvoudig. Op het moment dat je de genetische code hebt geïdentificeerd en een bijpassende treatment hebt gevonden bij die code, weet je vrij zeker dat dat ook van toepassing gaat zijn op ieder ander die ook diezelfde genetische afwijking heeft. Ook als die persoon in Mexico of in Guatemala of in Japan of in Zimbabwe woont. En op het moment dat je die mensen dus via een platform bij elkaar kunt brengen, kan dat een enorme versnelling geven in niet alleen de treatments, maar ook in de trials en in de hele discovery van de drugs. Nou, dat principe werken we nu uit in een platform en willen we wereldwijd uitrollen. Klinkt als een leuk gevulde dag. Dankjewel, Paul. Nou, dus we zien binnenkort weer eens over een paar jaar waar Paul nou weer eens is, waar hij terechtkomt en waar hij heen gaat. En, maar ik vond het leuk om te zien die verschillen tussen het havenbedrijf en KPN. Veel dezelfde dingen en veel andere dingen. Merci. Graag gedaan. Dankjewel, Vincent.